mensen hier van Natalia even een doekje over het podium kunnen halen. Want het is zo glad als het maar kan. Maar echt. En het kan heel glad. Geloof me. Nou jury, vertel het maar even. Wie steekt er voor jullie bovenuit? Wacht heel even. Voordat je antwoord geeft, wil ik wel even dat jullie in gedachten houden. Dat je moet letten op de queen. En niet per se op de productie, want niet iedereen heeft zo'n grote portemonnee als sommige mensen. Ja, vind ik belangrijk, want ik ben zelf zo arm als maar kan. Mensen denken van niet, omdat ze me overal zien, maar ja. Ik steek er ook fucking veel geld in, dus dat is een beetje een ding. Maar oké. Okay. Ja, kan ik? Ja. Je kan. Om te beginnen wil ik jou even de complimenten geven als hele elegante verschijning en presentatrice. Dankjewel, dankjewel. Chapeau. En ik ga geen uitspraken doen nu nog over wie ik een echte queen vind. Ik vind dat iedereen hier heel erg zijn best doet en dat we allemaal dezelfde boodschap uitdragen. We zijn allemaal zusters en ik denk dat dat het belangrijkste is voor het moment en het zal heel moeilijk worden. Voordat je hem doorgeeft, ik ben wel benieuwd waar jij dan specifiek op let, want jij bent van de bling, hè? Ja, toch? Ja. Ja, ja, nou het blinggehalte is hoog. Hè? Ja. En ik let heel erg op, ik zie er een paar hele erge power ladies tussen. Dus dat vind ik wel heel sterke erg sterke vrouwen. Ja, absoluut. Vind ik ook belangrijk. Ja. Ja. Nee, oh, hij gaat nu al terug. Wil jij niks zeggen? Of hoor je er, zit je er gewoon gezellig bij? Schattig. Nou, ik wil... Oh, hij is wel heel hard. Ik wil wel iets zeggen. Nee, als, harder mag. Mag het harder? Ja, ja. Oké. Nou, we hadden het net over de boodschap. Die is wel doorgekomen, dacht ik. En geweldig. Ja, inderdaad. Naarmate de avond gaat ontwikkelen, zien we inderdaad steeds meer de niveaus. Hè? Dus we moeten inderdaad heel goed kijken wie het beste uit de bus komt. Juist. Oh, nog één? Oké. Okay. Ja, ik ben net al aan het kijken. Dat is echt super... Alles is eigenlijk supergoed. En hoeveel moeten we er nog? Ja, nog heel veel. Het wordt echt alsmaar moeilijker. We zijn op de helft. Oké, op de helft. Nou, dat is leuk. Maar wat jij al zei inderdaad. Iedereen moet echt goed letten op de queen. Budget en alles. Ja, op absoluut. Hun? Natuurlijk is het geweldig als we het neer kunnen zetten. Maar dan moet het ook nog wel goed uitgevoerd worden. Ja, inderdaad. Dat is dan weer een plus. Klopt. Oké. Nou... Nou, dat komt ze hoor. De vraag was, wie steekt er nu bovenuit? Hè? Voor jou. Voor mij. Nou, daar ga ik geen uitspraken over doen, want iedereen doet zijn stinkende best. Maar ik heb hier en daar wel een paar misses gezien. Oh lord. Ik zag een paar lippen, die bewogen sneller dan het de muziek ging. Dat kan ook aan de muziek liggen. Het toerental kan aangepast zijn. En ik zag, ja, maar dat zie ik dan toch en dat neem ik dan toch mee. Dus op dit moment is en er nog is geen favoriet. Dat is wel het belangrijkste eigenlijk. Wat voor mij wat? Ik vind dat best heel belangrijk. Ik vind het absoluut belangrijk. Ja. Nagels, haren, een goede lipsync. Nee, maar de lipsync. Dat is het allerbelangrijkste. Dank u wel, beleefd. Op naar de volgende. Of hebben we nou eigenlijk pauze? We gaan nu naar een pauze. Heerlijk. Ja. Kan ik ook even naar het toilet? Dank je wel. Dank jullie wel. Roken! Tot zo.